koud en zonnig winters weer. Het is weer bijna kerst. We zijn hier bij de kerk in Dommelen en hier wordt de kerststal van Dommelen weer opgebouwd. De kerststal wordt opgebouwd door de vrijwilligers van de Dommelse Dorpspomp. Ieder jaar zorgen zij als vrijwilligersgroep hier dat er weer een mooie kerststal staat. We staan hier bij de opbouw van de kerststal. Ja. U vertelde net iets heel moois hoe die ontstaan is. Ja. Nou, zo met de carnaval, klinkt heel raar, maar dat is wel. Er was een wens in Dommelen om weer een eigen kerststal te hebben. En met carnaval werd er altijd voor een goed doel werd er iets opgehaald. Nou, er werd er toen ongeveer 3000 gulden opgehaald, dus dat was een mooie start. We zijn met een paar mensen begonnen om de kerststal te ontwerpen en al die dingen en een begroting te maken waar we nodig hadden. Nou, dat was die 3000 gulden dus niet genoeg. Toen zijn we hier naar de kerk gestapt, want we wisten dat die er ook heel positief tegenover stonden. En die hebben gezegd van, nou, we nemen het in overleg. Nou, en s'avonds kreeg ik eigenlijk al bericht dat het ook akkoord was, dus toen konden we starten. Nou, sinds die tijd zat je ook elk jaar. Ieder jaar wordt de kerststal mooier en groter. Uit hoeveel delen bestaat die? Het exacte aantal onderdelen weet ik niet, er zijn er heel veel en het worden steeds meer. Maar we proberen gewoon elk jaar weer iets nieuws toe te voegen. En dat kan iets klein zijn. Maar een jaar of 10 geleden hebben we bijvoorbeeld die drie koningenstal erbij gezet. En zo proberen we iedere keer iets uit te breiden. En ieder jaar mooier te maken natuurlijk. Hè. Dat is de bedoeling van alles. Ik zie nou een aantal bouwmannen aan het werk. U vertelde net dat het volgend weekend de aankleding vooral gaat starten. Ja, dat klopt. Er zijn een aantal vrouwelijke vrijwilligers hebben dan gelukkig. En die gaan de poppen erin zetten en aankleden en zo. En er zijn ook nog andere vrijwilligers die gaan de verlichting aanbrengen overal. Want er komen daar twee verlichte kerstbomen voor bij de poort staan. En wat we ook sinds een paar jaar hebben, dat is de wensboom. Dan mogen alle kinderen mogen daar op een kaartje zijn wens in hangen. En die hangt hartstikke vol na afloop van de kerst. Mooi. En wie leest al die wensen? Nou, wij als bestuur lezen die wensen. En we kijken gewoon ook nog wel serieus of dat er iets leuks tussen zit waar we iets mee kunnen doen. Thank you.
Maar misschien zijn de luiers van Jezus. Hè? Vertellen wat je komt doen vandaag? Ik kom voor de opening van jullie kerststal. Van de kerststal in Dommelen. En wil je eens laten zien wat je allemaal ziet in de kerststal? Ja. Laat maar eens kijken dan. Maria, kindje Jezus. De papa. Wat vind je van de kerststal? Mooi. Mooi. En wat vind je het allermooiste? De schapen. De schapen. Maar dat is wel leuk omdat hier ook echte schapen zijn. Het wonder van de menswording gebeurt naamloos. Geborgen. Misschien in het holst van de nacht. Kerst is natuurlijk veel meer. Het is een christelijk feest waar we natuurlijk stilstaan bij het kindje Jezus, wat ook in de stal hier ligt. Maar het is ook een feest van licht en warmte. Proficiat allemaal en fijne kerstdagen.
namens de Domse Domsprong. Vrolijk kerstfeest!